Good morning guys en welkom bij een nieuwe vlog van Casual Chic by Visionie. Het is denk ik 7:40 en Anaïs komt nog naar hier voor samen naar stage te gaan. Ik heb ook weer ben weer mijn shake aan het drinken van Cocoa Hairlocks. Daar laten ze uw haar dikker worden en sneller groeien. En ik ga dat nu voor 1 maand lang proberen. Je hebt dat in chocomelk en in shake. En ik heb nu de shake. Oké, ik ga mij nu een beetje klaarmaken, want dat is echt wel nodig. Ik hoor een auto en ik denk dat Anaïs hier is. Of misschien toch niet. Nope. She isn't here. Ik wil mijn haar stijlen en al. Trouwens, gisteren op mijn stageplaats. Het was dus dag 1. En guess what? I already bought something. En wat vinden jullie van deze dress? Deze dress is dus my favorite. And I'm gonna wear it today. Dus dit doe ik aan vandaag. Pretty thing. Het merk is Samsu Samsu. En dat verkopen wij op mijn stage. En ook nog andere merken en zo. En dan heb ik ook nog Pretty Lingerie van Samsu Samsu voor de ronde. Like pretty. Oké. Just gonna take some underwear. Moet nog kijken welke schoenen ik daar op aan doen. Want I don't know yet. Sommigen onder jullie wouden ook mijn make-up tafel zien. En dit is hoe dat eruit ziet. Little mess. Want ik heb gewoon echt gewoon te veel. Ik kan het gewoon niet bijhouden op mijn deur. En mijn chocomelk staat hier wel niet altijd. Nee, choco shake, ga ik zo zeggen. Staat hier wel niet altijd. It's just so good. When your friend arrives. Hi! Hey, okay. Damn, slaying, bitch. No! This is wearing tutu chic. Yes, from Virgin Oil. I bought it from Virgin Oil. You bought it for me. Because I don't wear it anymore. Nope. Damn, I have a double chin over here. Mijn ogen komen wel mooi uit de buurt, denk ik. Ja, wat vinden jullie? Do you love Auntie? Do you love Auntie? Wat vinden jullie van haar patatzak? Jij hebt het al een patatzak, maar ik vind dat nu een patatzak. Ik heb zoiets van just wear what you want to wear, just wear what you like and don't fill my fucking feet. Hoezo dan? Don't fill my feet, bro. Wow, het lange teen. Dus wij wachten op de postbode die daar ergens staat. Want ik verwacht 2 pakketjes. Klopt. Just saying. Mm. And I got for Annie some mac and cheese. Happiness in a potje. Allee jong. We zijn van handen. Ja, we zijn van handen. Ah, ja, we zijn teruggekomen. Have fun today! Thanks, girl! Boy! I see you in stocks, eh? See you in 7 hours! Bye! Bye.
Hi guy. Guy? Guy. Girl? We zijn in de arena. Ah, ons drinken is er. Bitch. Ik doe ook pakken op. Let's do ching. Oh, pretty weather, we can't yes. Enjoy, bitch. Lekker. Let me show you how it's done. Just take this, dip it. Is het warm? Ja. Oh nee. Yummy foodies. Yummy, yummy in the tummy. Steal my fries? Sorry. Ready for bottle? Bottle? Eigenlijk is dat al een bal. Een glas, bitch. Het is een glas. Geen bottle. Oké. Het is een glas. Het is een tweede glas. Is hij rood? What happened? Ja, we hebben net verstikt. Round 3. Yummy in the tummy. We hebben een keer gewoon een boom gevonden. You see it? Oh my god! Oh, ik zie rood. It's from the alcohol. Ik kan er gewoon niet tegen die alcohol. Alcohol is a bad thing for me. En voor me. En nu gaan we nog een picture taggen. Doe je zo. Met de boom. Ah ja. Oh. Dus wacht, nu gaan we. Baby. Wow. Maar ja, ik kan de mij niet doen, want ik kan kleed aan. Stel je voor dat je zo bent in de boek daar. We hebben elke twee gekjes te donker en we voelen ons eigenlijk altijd. Nee, ja, als ik gewoon ietsje drink, dan moet ik ook altijd een beetje grappen. Je bent wel gewoon zo van boven nu. Zonder. Dat is toch fancy? De boomman. Let's take a picture and then we see ya. Afscheid nemen. Afscheid nemen. Oké, okay, in. Bye. Bye. Good morning. Ik ben beginnen met te filmen op een nieuwe dag. Omdat gisteren was het redelijk laat. Dus ik dacht ik kan gewoon in mijn bed kruipen en slapen. En dan film ik morgen wel verder. Dus ziezo. Nu zijn we dus vrijdag. En ik kom net uit de douche. Ik ging eigenlijk deze morgen gaan lopen. De wekker ging af en ik dacht oh no. No, no, no. Oh my god. Huge. Why is this happening to me? Nu ga ik mij klaarmaken. Moet nog kiezen wat ik ga aandoen. Het ging nog redelijk warm zijn, dus I don't know. Oh no, ik kan niet kiezen wat ik vandaag ga aandoen en wat ik morgen ga aandoen. Oeh, help. Ik heb het gewoon even gevraagd aan de boyfriend. Welke outfit vandaag en welke morgen? Zeg, je zei actief, moet ook wel bekijken ze, bitch. Misschien die. Vandaag en die morgen. Ik ga dat zo doen, denk ik. Ja. Weet je, ik kies voor mezelf wel. Ik heb eindelijk een outfit gevonden. Deze bandana van de Zara. Het kleedje van de Zara met de pailletjes. En ik denk dat ik voor deze schoenen ga gaan. Al weet ik het nog niet zeker. Ik ga mij even vluchtig verder klaarmaken. Want mijn vriend is onderweg. En je moet ook straks naar de post gaan voor twee pakketjes. Want ik heb... Ach, ik ben blij dat dat staat. Want ik heb terug twee pakketjes besteld. Eentje van Undies en eentje van Zalando. Alright, ik ben klaar om te vertrekken. Mijn haar heb ik niet veel mee gedaan. Ik heb het gewoon een klein beetje gedroogd. En je ziet, het ziet er echt lelijk uit.